Deze camera staat ook aan. Ik ga verder in 3, 2, 1, 0. Eyo mensen, welkom terug bij LazyLukeX. Ik ben Luc. Alweer. Yay. Jongens, we gaan weer verder. Met Sokolov te killen. Een of andere rare gabbertje. De vorige episode was hij een aapje, volgens mij. Maar nu is het een gabber. Hier ligt een vrouwke. Oh fuck, vriend. Helemaal niks, firing. Ik ben al lang weg, jongen. Waar zit die gozer eigenlijk? I need vision. Hij zal denk ik ergens onder de grond zitten als ik eerlijk ben. Ik denk dat hij ergens onder de grond zit. Oh. Hallo. Oké, ik heb het gevoel dat die daar heel veel ratten gaan lopen. Oh, wat lag hierop? Niks. Oh, een kaart. Nee, hier zit iets in. Sokolov House Key. Oké, daar staat iemand. Daar staat ook iemand. Oké, dus er zit hier nog een verdieping boven. Wow, what the hell. Hier wordt even een rat open gekrabbeld. Yes, darts. Oh shit. Ik heb geen... What the fuck is dit? Oh, kijk mijn pro zijn dan. Wij gaan op stairs, jongens. Wij gaan op stairs. Oké, zit hier iemand? I now turn my hopes and energies to Formula 25. Oké, wacht, dat is hem. Characteristic sloughing of the skin. She should be dead by mid-morning tomorrow. Please, sir. So silence as what? Ah! Ik hoef hem niet te killen! Waarom niet? Wat is dit voor bullshit? Oké, dan moet ik hem dus niet killen. Dan moet ik hem dus in leven houden. You've been asked to abduct Anton Sokolov. Your new allies want to obtain from Sokolov the name of the law. Oh, ik moet hem dus... hoe zeg je dat? Een soort van dood. Niet doden, maar... abducten, dat is toch mishandelen. Zodat hij zeg maar gaat spreken, gaat praten. Ik denk dat dat het is. Dat is het, denk ik. Loopt hier nog iemand? Boom! Nou ja, goed. Waar?
Au, oké, dat was hem dus niet. Oh ja, ik moest hier gewoon naar boven. En hier zit dan iemand. Ja, daar zit hij. Niemand weet dat ik Luc heet. Echt wel, dat weten we wel. Oh ja joh, weet jij dat echt dan? Maar goed, oké, dus ik pak hier weer even mijn spullen. Zo. Start. Die. En die doen we even hierin. Waarom doe ik dit? Dat is helemaal niet nodig. Oh shit. Oké, abduct, hè? I now turn my hopes and energies to formula abduct. Which in conjunction with a high heat therapy, which came to me most vividly in a dream. Collect blueprints to unlock. Okay. According to the latest celestial alignment, as for test subject 312. What? How did you get past all so, that gezicht. Wow. Nou, ik moet even denken. Ja, dit maakt me veel slimmer dan ik al ben. Piero? There's no need to be his lab now. You and I can come to an agreement. One that I'm sure will please you more than anything, Piero. Maar dat gezicht is niet gezond. Who are you? What is it you want? Money? Elixir against the plague? Ik had even die roen die daar ligt. Waarom kan ik zijn sleutel niet jatten? Wow, wat heeft hij op zijn gezicht? Dus is dat gewoon pure schaduw? Ja, jongen. Blijft hij nog lang praten? Oh, wat staat er? Oh, ik moet hem unconscious maken. Haha, target neutralized. Dankjewel voor de kleutel. Kleutel. Wat de hel is nou weer een kleutel? Ah, ik kan hem zo groot dicht. Hey. Yo vriend, jij gaat op deze tafel liggen zo. Oh no shit, nou is hij toch niet dood. Nee, hij is nog een conscious. Maar ik kan hem wel met mijn sleuteltje. Is dat hier? Oh. Waar is dit dan? Where you went? Ja, ik had gewoon alles mee, hè. Oké, ik ben nou... Oh, kom ik helemaal daar vandaan? Oké, dit is dus zijn... zijn huis. Moet ik hier nog iets doen? Au. Nee, ik denk het niet, hè. Ja, ik moet even dat ding openen. Want dat had ik zijn sleutel voor. Dus ik denk dat daar best wel iets... duurs in zit, of zo. Oké, hier moet ik uitkijken. Want hier kunnen nog die gasten zitten. Oh. Nou. Oh, vriend. Hoppa. Dat wist ik even, of niet? Dat doe ik even goed, jongen. 300 geld erbij. 300 muntjes. Waar moet ik naartoe? Ik moet weg hier, denk ik. Is hier nog een... Oh, zo. Is hier nog een kunstjes? Die ligt daar nog steeds. Oh, een gevangene. Hallo. What is this? Thank you. Whoever you are. He kept me in a cage. Like an animal. Ja, dat weet ik ook. Pain is horrible right now.
So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. I'm just hiding in the corner and leave when I'm feeling better. Vriend, als ik jou was, zou ik hier gewoon als een motherfucker meteen weg gaan lopen. In plaats van hier lekker zitten en dan... Oké, dus je hebt hier 3 jaar gezeten in dit hokje. En dan ben je vrij en dan ga je in een hoekje zitten. Ik zou je gewoon moeten killen, jongen. Oh, please, no more. Test subject. Oh, vriend. Doe eens even normaal. Hallo, meneer. Maar goed, we gaan naar buiten. We gaan naar buiten, want wat moeten wij nu gaan doen? Carry Sokolov, the Samuel, the boatman. Carry Sokolov, the Samuel, to Samuel, the boatman. Oh, dus ik moet hem echt... Oh, oké. Kijk, maar goed dat ik dat even dan lees, hè. Oké, dat... Ah, shit, dan kan je ook niet sprinten. Maar waar is de boatman? Waar is die? Waar is Samuel, the boatman? Waar de hel is hij? Er staat nergens een vinkje of zo. Under the bridge near Sokolov's home. Oké, dus dit is Sokolov's home, toch? Ja. En dan under the bridge. Dus ik moet een brug vinden. Oh, dat is daar? Under the bridge near Sokolov's home. Oh, ik gebruik die rope. Oh. Ik loop verkeerd. Ik loop verkeerd, jongens! Oké, ik leg jou even hier neer. Dan teleporteer ik achter jou. Of ervoor. Het kan allebei. Maar waar is Samuel dan? Ja, shit, nou weet ik niet of ik hier zo naar beneden kan springen. Zonder dat hij doodgaat. Oké, ik save hem hier. Kan dat? Ja, ik kan save. Save game. Yes. Oké, als we doodgaan, dan... Oh! fuck jullie. Allemaal. Dat was niet zo goed. Gelukkig heb ik hem hier gesaved. Oké, we gaan verder. Oké, dat lukt dus niet. Dan moeten we dus iets anders verzinnen. Dan moet ik dus wel... Helemaal. Kan ik nog wel teleporteren? Oh, dat kan natuurlijk wel, hè. Ja, kijk. Zo komen we ook beneden. Maar waar zit Samuel? Waar de fuck zit Samuel? Under the bridge. Wat ligt hier? Een appel. Oh shit. Doe stil, jongen. Oh, ik laat hem steeds droppen, man. Oh, zit hij daar? Ja, tuurlijk, spread out. Oh shit. Fuck jou, vriend. Head of the Academy of Natural Philosophy. Any personnel in the area are ordered to take all measures to protect Sokolov. To protect Sokolov. Ja, die ligt hier, Anton Sokolov. Maar hij zou onder de bridge zijn. Ik ben nou onder de bridge. Near the bridge. Iets duidelijker. Under the bridge near Sokolov's home. Ja, daar ben ik toch. Of zie ik dat nou verkeerd? Ja. Komen ze nu mee dat hij daar zit? Oh, vriend. Ik weet toch... Vliegen gaat hij. Vliegen. Kom eens mee, vriend. Can't believe we lost him.
Can't believe we lost him. Can't believe you're just so stupid. Hij is wel echt in een diepe slaap, hè? Oh, wie is dit? Oh, ik laat jullie eruit. I don't know who you are or why you did this for me, but listen. Nearby, there's a partially collapsed building. Ja. Up on what used to be the third floor, you'll see a painting. Okay. I used to work there. Behind the painting, there's a safe, and the code is 294. Ja, 294. Ja, kijk, ik heb daar toch geen zin in. Maar nu word ik wel echt heel nieuwsgierig. Oké, weet je wat? Ik breng jou eerst naar Samuel. Die, waar trouwens is. Hidden safe. Waar is Samuel? Samuel, jongen, waar ben jij? Oh, ik moet dus per se eerst naar die hidden safe. Oké. Oh. 294. Oké, 2. 9. 4. Bam. Oh. Plop, plop. All members of the city watch. A dangerous intruder has been spotted on Caldwin's Bridge. Maar waar is Samuel nou? Head of the Academy of Natural Philosophy. Any personnel in the area are ordered. All measures to protect Sokolov. Waar de fuck is hij? Samuel, jongen, waar ben jij? Oh, daar. Ik was je kwijt, jongen. Yo! Royal physician himself. Zit hier met je te chillen. Drop him here and we'll be off. Yes, let's get Sokolov back. Yeah! Tut. Oké, jongens, ik doe de druk op continue. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een leuke episode. Ik denk dat we toch echt wel een beetje richting het einde van de game gaan. Dus ik denk dat het niet echt heel veel meer is. Want ik heb Emily gered. Ik heb die twee broeders gekild. En dan ligt Sokolov een beetje te slapen. Die ze waarschijnlijk gaan gebruiken. Waardoor die waarschijnlijk met ons gaat samenwerken. Dus ja, ik dat denk ik. Alleen ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer echt moet doen. Ja, ik moet uiteindelijk dan nog misschien degene killen die de koningin heeft gekillt, om het zo even te zeggen. Well done, Corporal. Well done. I doubt a dozen soldiers. Ah, goed. Ik skip dit wel, want nou gaat hij vertellen dat ik heel goed ben. En dan ga ik even slapen. En dan moet ik even... daar lijkt trouwens... Inderdaad, dat was een hele goede tip van iemand. Die had gezegd... Luke, je moet naar de blacksmith toe. En dat klopt. Dus... ik ga ook nog naar de blacksmith. Oké. You can stay here whenever you want. Emily, you should... Head back to your own room. I'll be there. Nee, tuk niet wassen hier blijven, joh. Kom. Thanks, Corvo. It makes me feel better. Oké, en nu weg is anders dan trap ik daar het raam uit. Kinderen. Maar goed, bedankt voor het kijken. We gaan de volgende episode gaan we even naar de blacksmith. En dan gaan we wel kijken wat we moeten doen. Dus vergeet niet een like achter te laten en een reactie. Dan zeg ik. Doei doei!